Wij zijn de kandidaten voor de komende sociale verkiezingen. Wij werken in een opvoedingsinstelling en het is ontzettend moeilijk om nieuwe kandidaten te vinden. Ontzettend moeilijk. Ja, geen motivatie. Geen tijd. Geen tijd en geen goesting. Ja, die komen eigenlijk gewoon hier hun jobje doen. En dan als hun uren gedaan zijn, up, naar huis, hun schip afkuisen. Geen andere kans. Nee, helemaal niet. 0,0. Niks. Geen tijd, geen goesting, geen motivatie. Ja. Ja, en sommigen vinden dan dat we niet met hun dingen bezig zijn eigenlijk. Dan vinden ze dat we te veel bezig zijn met nieuwe mensen die nieuwe contracten hebben, die tijdelijke contracten hebben, die nieuw zijn. Maar niet, ja, eigenlijk hebben we te weinig tijd, vinden ze, voor dingen zoals pensioenen en alle dingen die voor hun belangrijk zijn. Hè. Dat zeggen ze ons dan. Hè. Ja, maar dat is ook wat ze op de tv zien. Hè. Want dat kunnen ze goed, hè, tv kijken. En ja, daar komt eigenlijk altijd maar aan bod dat de sociale strijd overbodig is. Die komen niet meer op straat, hè. Die denken toch dat dat niet nodig is. Oh ja. Je krijgt ze er ook niet voor gemotiveerd, hè. Waarom zouden we vechten voor iets? Wij maken geen tijd voor hun, dus ja. En dat duurt ook te lang, hè. Die gaan niet elke week daar gaan staan, hè, in Brussel. Oh nee, zeg. Ze hebben wel andere dingen te doen. Ja, op Facebook zitten. Ja. Te veel kijken. Voor hun kindjes, sorry. Ja. Nou, kindjes. Het is toch gek, hè? Dan worden die ouder, die kindjes. En dan duurt het niet lang, want dat zijn ineens kleinkindjes. Ja. Mm-hmm. Het plan moet dus dat een babysit zijn. Als sociale strijd. Nee. Dat is niet belangrijk, hè? Nee. Niet nodig. Ja, het was moeilijk. Mm-hmm. Maar we hebben er ene gevonden. Ja, dat is waar. Een hele goeie, ja. Herman. Ja. Een toffe, hè. Mm-hmm. Allee, ja, het is eigenlijk wel een toffe en er zit wat in, hè. Ja. Maar ja, het was toch moeilijk. Het is anders, hè. Ja. Ja, weet je, die gaat naar de 50. Je zit in andere sportclubs dan ons. Als wij al een keer iets gaan drinken, ja. Je moet niet te laat wegblijven van de madame, hè? Nee. En ja, je moet ook zo over andere thema's babbelen, hè. Ja, kleinkinderen. Vergaderingen van 9:00 AM. Oh. Was dat maar voor voorstel? Ja. Dat snap ik nou wel niet. Nee. Maar ja, voor de rest een hele goeie, een hele toffe man die we toch zo ver hebben gekregen. Ja. Dat was leuk. Heel leuk. Ja. Ja, dat is tof. We hebben hem dan toch. Ja, en nu hopen dat er nog anderen volgen, hè. Wie weet, als er één, hè, dat er meerdere, komen, maar misschien toch ook niet te veel, hè, want... Anders wordt het te druk, hè. Ja, dan wordt het wat te veel en... Alleen maar over kleinkinderen babbelen. Dat is ook niet. Nee, we zijn ook bezig met een sociale strijd. Hè. Ja.